De Europese Unie dan, die probeert met een nieuwe stap meer grip te krijgen op het aantal vluchtelingen dat hier naartoe komt. Ja, want het weer wordt ook warmer, hè, de komende weken, de komende maanden. Betekent dat ook het zeewater warmer wordt en dat dus meer vluchtelingen, asielzoekers proberen die oversteek toch te wagen. We hebben gezien welke problemen dat oplevert hier in Nederland, bijvoorbeeld in het AZC in Ter Apel. Maar ook andere Europese landen breken het hoofd over hoe ze die stroom aan asielzoekers kunnen inperken. Nou, sinds een aantal jaar is er het Asiel- en Migratiepact pakt. Daar staan plannen in die de terugkeer van asielzoekers naar eigen land makkelijker moeten maken, de procedures sneller en de verdeling van vluchtelingen binnen Europa eerlijker. En daar wordt deze week over gesproken in het Europees Parlement. Hoe moet dat nu verder? Hoe moet dat geïmplementeerd worden? VVD-Europarlementariër Malik Asmani die deed mee aan die gesprekken. De urgentie is groot. Dat ervaren we ook in Nederland als het gaat om controle op migratie. En we moeten voorkomen dat mensen binnenkomen elders in de Europese Unie en maar doorreizen zonder dat ze geregistreerd zijn. En met dit wetgevingspakket zorgen we ervoor. Zodat mensen niet zomaar door kunnen reizen richting Nederland. Dat daar wordt beoordeeld dat iemand wel of niet de kans maakt. En als hij geen kans maakt, dat hij teruggestuurd wordt. En zij die wel een kans maken, nou, die gaan dan netjes in de procedure. Hoe ingewikkeld is dit dossier? Ja, het is echt een enorme hoofdbreker. Ja, klopt. En Malik Asmani maakt zich hier al heel lang heel hard voor. Rutte heeft zich op het recentste congres nog uitgesproken dat het ook zijn persoonlijke doel wordt om iets aan die stroom te gaan doen. Maar het is enorm complex, zeker in Europa, waar je met zoveel landen om tafel moet en dan uiteindelijk met elkaar eens moet zijn over zo'n pact. Dus nou ja, grote stap als dat er weer gaat komen.